Het maken van een spijkerbroek kost 8000 liter water. Het maken van een stukje rundvlees, 1 kilogram rundvlees, kost 15.000 liter water. Er is enorm veel water nodig voor alle dingen die wij consumeren. En dat is veel meer water dan wij thuis gebruiken. Wij zijn ons daar nauwelijks van bewust. En bedrijven zeggen dus wel, water is the next carbon. En dus na klimaatsverandering komt het bewustzijn over water en noodzakelijke maatregelen. Ja, de hoeveelheid water op aarde is beperkt, maar ons gebruik van water neemt dus alsmaar toe. Natuurlijk door de bevolkingsgroei, maar ook door veranderende consumptiepatronen. Zoals bijvoorbeeld steeds meer vlees eten. Vlees is heel waterintensief. Daarnaast gaan we langzamerhand naar biogewassen, bio-energie. Die gewassen moeten allemaal gemaakt worden. Kost land, kost water. Dus de waterintensiteit van onze consumptie neemt zeer snel toe. De hoeveelheid regen blijft echter beperkt en dat betekent dat in heel veel stroomgebieden op de wereld de waterschaarste snel toeneemt. Dat leidt op veel plekken ook tot overexploitatie, bijvoorbeeld het Aralmeergebied in Centraal-Azië verdwijnt langzamerhand omdat de rivieren die daar natuurlijkerwijs in uitstromen nu gebruikt worden voor de irrigatie van katoenvelden. Maar ook grondwaterspiegels gaan naar beneden, soms wel met een meter per jaar. Met andere woorden, de problemen als het gaat om water zijn levensgroot. Hoe zit het met het verbruik in Nederland? Nou, als je aan de Nederlandse consument vraagt van hoe het met het watergebruik zit, dan zou je snel als antwoord krijgen dat het meeste watergebruik thuis is. Nou, dat is niet het geval. 1% van de totale watervoetafdruk van de Nederlander is gerelateerd aan het huiswatergebruik. Dus 99% heeft te maken met de producten die je koopt. Vooral voedsel en katoen en industriële producten. Nou, die producten worden voor een groot deel geïmporteerd. En daardoor komt het dat 95% van de watervoetafdruk van de gemiddelde Nederlander, van de Nederlander, ligt in het buitenland. Dus al die problemen van waterschaarste en watervervuiling in het buitenland zijn direct gerelateerd aan Nederlandse consumptie. Dus het is interessant om te kijken waar wij onze goederen vandaan halen en in welke gevallen die importen komen uit gebieden waar veel water wordt gebruikt, terwijl het water heel schaars is. Dat zal niet blijven voortduren, dat spreekt voor zich. Dus dat zijn gebieden in veel ontwikkelingslanden waar waterschaarste heerst en nu goedkoop voedsel wordt geproduceerd en geëxporteerd naar Nederland. Maar het gaat ook om ontwikkelde gebieden, zoals bijvoorbeeld Amerika, die ook heel veel produceert, maar ook hun grondwatervoorraden bijvoorbeeld uitput ten behoeve van export. In Nederland zullen we dus in de toekomst meer zelf moeten gaan produceren, omdat het watergebrek in andere delen van de wereld, die nu nog veel exporteren, langzaam die export onmogelijk zullen maken. Dus de Nederlandse landbouw heeft in dat opzicht waarschijnlijk een goede toekomst. Nou, het gaat natuurlijk niet alleen om watergebruik, het gaat eigenlijk om waterverbruik. Want op zich is watergebruik niet erg. Wat we echt moeten doen is het waterverbruik verminderen. En dat is eigenlijk dus de hoeveelheid water die verdampt of in een product gaat zitten. Dat is wat je echt verbruikt. Dus we moeten zorgen dat in de industrieën water gerecycled wordt. Al het water gewoon weer opnieuw gebruikt of terug het systeem in en uiteraard ook schoon. Als je dan kijkt van wat kunnen overheden doen, is dat natuurlijk ten eerste een maximum stellen. We hebben het begrip in de klimaatdiscussie over de carbon footprint cap, maximum duurzame hoeveelheid broeikasgassen. Bij water moeten we naar een maximale watervoetafdruk, dus een soort water footprint cap per stroomgebied, voor alle stroomgebieden in de wereld. Dus een maximale hoeveelheid waterverbruik. Daarnaast, wat belangrijk is voor bedrijven, is dat ze een richtlijn hebben over in hoeverre ze de watervoetafdruk van hun producten kunnen verminderen. Dan hebben we een soort water footprint benchmarks nodig. Dat is een richtlijn voor vermindering van watergebruik. Er kunnen enorm veel technologieën zijn beschikbaar om de watervoetafdruk van producten te verminderen, vaak te halveren. Daarnaast is het natuurlijk van belang om uiteindelijk naar consumptie te kijken. En dus we kunnen wel kijken naar de efficiëntie en de maximale watervoetafdruk per stroomgebied. Maar de totale bevolking in de wereld blijft toenemen. De consumptiepatronen blijven veranderen. We gaan naar steeds meer vlees en bio-energie. Dus we moeten toch ook kijken in hoeverre we ons consumptievolume kunnen verminderen.